Batya, goedemiddag. Ik onderbreek je even. Je bent je buik aan het beschilderen. Wat gaat er gebeuren? Nou, het gaat heel wat gebeuren. We hebben een modeshow. Het is niet zomaar een modeshow, maar het gaat echt om vruchtbare vrouwen. Hè, die al zwanger zijn, maar ook die ook al kinderen hebben. Maar ook, we hebben ook een hele leuke dame die nog geen kind heeft. Maar die zeker ook wel een kinderwens heeft. Dus dan wilde ik eigenlijk die fases mooi laten doorlopen. Maar ook... met mooie kleding. En, want dat, we mogen ook wel gezien worden. Want er zijn heel vaak modellen die worden gekozen met een heel slank figuurtje van alles en nog wat. Maar ja, waar komt het idee vandaan? Dat idee kwam eigenlijk... Ik ben wel geïnspireerd, dus ik heb overal een beetje gesnuffeld van wat is er nou eigenlijk aan de hand en wat hebben we nog niet gezien. En zo kwam ik op dat idee, maar ook een beetje een achtergrond van mijn eigen verleden. Ik vond de familieband ook heel erg belangrijk. Hoe belangrijk is het? De dames die meedoen zijn hoogzwanger. Is er een verloskundige in de zaal? Ja. Dat was ook heel erg toevallig. Want de ouderen, ja, die woonde ook al jaren in Schiedam. En ik heb haar nog niet eerder gezien. Ik heb ook 15 jaar in Schiedam gewoond. En ja, nog steeds druk, actief hier bezig met alles en nog wat. En toen ik haar, in ieder geval, zij had mij via Facebook gezegd, oh, het lijkt me wel leuk om mee te doen. En toen kwamen we in gesprek en kwam ik achter dat ze ook een verloskundige is. Wat hoop je te bereiken vanmiddag? Wat ik wil bereiken is dat de boodschap van vruchtbaarheid, gewoon vooral de vruchtbaarheid van de vrouw, dat meer gezien wordt, dat daar meer respect meer wordt. Ja. Is dat dan volgens jou nu niet zo? Dat vind ik minder tegenwoordig. In wat voor opzicht? Omdat altijd de zwangere vrouw wordt een beetje meer in de hoek gezet. Van oh, je bent zwanger, oh, je kan niet veel. Of ja, qua fashion ook, het pas je niet. Dus dat vond ik te weinig naar buiten. Anders gezegd, de zwangere vrouwen moeten eens geüpdate worden. Ja, eigenlijk ook. Ja.